Jullie krijgen een hele hoop lezingen. Ik zal het even kort houden, want Kees die gaat echt het inhoudelijke doen. En ik ga straks elke spreker ga ik even een dilemmaatje vragen van wat is het? Dat komt straks wel. Mijn dilemma is doorgaan of opvolger inwerken. Nou, mijn dilemma heb ik opgelost doordat Oscar van Dam... Wil jij even gestaan, Oscar? Oscar van Dam, voorheen van Delftland kan ik wel zeggen, die gaat mijn werk overnemen. Ik blijf nog een jaartje meelopen om te kijken hoe die het doet. Of omdat ik het niet los kan laten, er zijn twee redenen wat je kan doen. Maar dat is dus mijn dilemma, dus ik ga ermee stoppen uiteindelijk, maar Oscar neemt het over. Maar ik blijf ook... Ja, hoe lang ik ga stoppen weet ik ook nog niet, maar ik heb mijn directeur al gezegd van nou, hij mag me inhuren als ZZP'er. Dat vond hij geen goed idee, dus dat... die illusiearme ben ik ook al, dus dat is makkelijk. Regionale keringen. 2004, Wilnis, Terbregge. En dan ietsje later ging bij Rijkswaterstaat bij Stijn een leiding door, zeg maar, die ze niet wist. Dat is eigenlijk de hele historie van regionale keringen. Toen had de provincie Utrecht een beetje problemen en ik denk de provincie Noord-Holland. Vooral Waternet had wat ellende, of AGV, zeg maar. En Schieland. En eigenlijk bleken er veel meer trajecten te zijn van keringen die gewoon met droogte dingen hebben. Dus eigenlijk hebben we toen een ontwikkelingsprogramma. En voor mij, de heer Van Hemert, die kwam toen net uit Vietnam. Die had toen nog geen werk of die zat net bij DAV. Die is zo'n folder ingedraaid. En toen zijn we eigenlijk met die veenkade droogteonderzoek aangegaan. Zo snel mogelijk in kaart brengen wat er aan de hand is, hoe je het moet tackelen. Nou, dat is eigenlijk best wel... Nou, dat heeft een boost gegeven, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Daarna zijn we eigenlijk in de volgende periode, 2008 tot 12, in een ORC 2, zijn we dingen gaan doen als leidraden normeren, als toetsen, een beetje beheer en onderhoud. En toen kwam al de kanteling dat je zag dat de beheerders zelf met de provincies andere rollen begonnen op te pakken en gezamenlijk die verantwoordelijkheid gingen doen. Nou, toen kreeg je de derde periode, toen kreeg je allemaal compendia, leidraad toetsen op veiligheid, regionale waterkering. Er kwam zelfs een tweede visie regionale keringen. Nou, dat is hartstikke mooi, hè? Visies ontwikkelen, daar worden we helemaal blij van. Maar het mooie is dat we het nog gaan doen ook. Dus dat is eigenlijk wel het goede nieuws. En het mooie is dat provincies en waterschappen, en dat vind ik echt bij regionale keringen, bijna ten opzichte van primaire keringen, je ziet dat we mooi samenwerken, dat we gewoon samen doen. Nou, en tot nu toe is het ook nog heel mooi samen. We hebben al sinds dat we begonnen zijn eigenlijk dat steeds een provincie een gastheer is. Dus ik wil bij deze de heren hier voorop en de dame daar ontzettend bedanken van Noord-Holland dat we dit ontzettende mooie gebouw mogen gebruiken. Dus dat jullie vandaag deze keer gastheer wil zijn. En dat wil zeggen dat ik de andere provincie mensen uitnodig om voor volgend jaar gastheer of gastvrouw te zijn. Maar dat, daar komen we nog later op terug. Dus dat is het laatste. En we zitten nu eigenlijk in ORC 4, de laatste fase. Of misschien de huidige fase. En dat is eigenlijk meer, daar zitten we met, hoe moeten we nou verder met regionale waterkeringen? Is waterkeringen, is dat onderdeel van het systeem of niet? Daar gaan wat lezingen over plaatsvinden, pas met wat mensen van Rijnland, zag ik. We gaan verder Van Hemert gaat nog wat vertellen over een veiligheidsfilosofie, hoe we daarmee omgaan. Integraal risicoanalyse, je ziet dus, we zijn aan het verbreden. De kering is niet meer het einde van alles of het heilige van alles, het is onderdeel van het hele landschap, zeg maar. Nou ja. En dan denk ik, van komt hierna nog een volgende fase? En dat is denk ik gewoon waar we nu mee bezig zijn. Van ja, is het zinvol om door te gaan? Of is het tijd om te stoppen? En er zijn altijd met allerlei dingen. Maar ik weet één ding zeker. De kering buiten blijft gewoon liggen. En die blijft er over 10 jaar liggen. Over 20 jaar, over 50 jaar ook nog. Dus we zullen er iets mee moeten. En dat is de vraag, is daar nog kennis voor nodig? Of gaan de beheerders en de provincie het zelf oppakken? Of doen we het weer samen? Dat is denk ik gewoon de uitdaging. En ik hoop dat deze dag jullie meeneemt in dat hele... Heel. Dan wil ik graag Kees Jouwstra van de provincie Noord-Holland het naar voren roepen. Kees, ik heb één dilemma voor jou. En dat jouw dilemma is, is het vandaag vakantie of is het werken? Aan u de vloer. Ja, dat is een mooie vraag. En, ik zal hem ook eventjes toelichten, want ik kom nu net uit Doesburg bij de camping vandaan. Maar...